Hallo allemaal jongens en meisjes van groep 3 en 4. Wat weet jij van vroeger? Wat weet jij van vroeger? Van ridders en kastelen. Hoe dansten ze een hofdans en hoe klonk hun lied? Een nar en een minstrel, een jonkvrouw, een heer. Het is al lang geleden, hoe was het ook alweer? Wat weet jij van vroeger, van koningen en keizers, van Willem van Oranje, de slag bij Waterloo. Ze streden en vochten haast iedere keer. Het is al lang geleden, hoe was het ook alweer? Tararadada, tarap, 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 tarararada, tarap, tarap, tarap. Nou heb ik hier klankstaven neergelegd. En als ik er een stokje bij heb, dan kan ik je laten zien hoe er een bepaald stukje gaat. Wat weet jij van vroeger, van ridders en kastelen? Hoe dansten ze een hofdans en hoe klonk hun lied? Een nar en een minstreel, een jonkvrouw, een heer. Het is al lang geleden, hoe was het ook alweer? La 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 la, tarap, 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 tarararadap. Tadap, tadap, tadap. Kijk je nog een keer goed mee? Ik ga van rood naar roze, naar paars, naar donkerblauw. Groen en dan weer rood, geel, oranje, rood. Wat weet jij van vroeger, van ridders en kastelen? Hoe dansten ze een hofdans en hoe klonk hun lied? Het ook alweer. Heel veel plezier met het liedje. En bij da-da-da-da kun je natuurlijk lekker meeklappen. En met je voet kun je de maat doen. Probeer maar eens twee dingen tegelijk. En in de klas, als je weer terugkomt, kun je het natuurlijk met de klankstaven doen. Heel veel plezier. Doeg!